Bedenk even een intro. Yo, mensen. Waar gaan we het over hebben? De toekomst. Waarom gaan we het over de toekomst hebben? Het is leuk. Oh, dat het voor later belangrijk is. Vinden jullie dan dat er meer over de toekomst gepraat zou moeten worden? Of minder? Of wat? In plaats van geschiedenis. Geschiedenis is geschiedenis. En in de toekomst, daar moeten we over leren, want dat komt eraan. En wat zouden jullie daar wel over willen leren dan? Hoe het leven is in de toekomst. Wat we allemaal gaan eten. En wat er gaat komen in de toekomst. Bijvoorbeeld een vliegende auto of een door de grondse auto of zoiets. Wordt er eigenlijk wel eens met jullie gepraat over de toekomst? Nee, niet zo heel vaak. Soms wel, maar niet, bijna nooit. Wat zou jij wel willen in de toekomst? Heel veel groen. Heel veel met dieren. Dat heel veel dieren gewoon ook los kunnen lopen in plaats van dat ze dood worden gemaakt. Dat er ook meer windmolens en zonnepanelen gewoon op moeten. Dat alles goedkoper is en dat alles ook wel iets mooier wordt, maar dat het wel gewoon goedkoop blijft. Dus beter met elkaar om moeten gaan. Minder aanslagen. Ja, dat is best wel eng. En dan, zeker als je op een drukke plek bent. En dan denk je van, gaat het nu gebeuren of anders? En dan blijf je altijd bang, maar dan... Dat is gewoon stom als je daarover nadenkt. Nu hebben ze steeds meer medicijnen en dingen waardoor mensen kunnen blijven leven. Maar dan krijg je ook heel erg overbevolking. Als steeds meer mensen komen, dan kunnen er een heleboel dingen niet meer. Ja, dan hebben we minder eten en dan hebben we minder spullen. Dat me heel raar lijkt dat je gewoon geen lekkere kippenbout kan eten. En niet meer dat je dan insecten... En dat soort dingen moet gaan eten. Lijkt me heel raar. En maak je daar wel eens zorgen over dan? Nou, nu nog niet eigenlijk. Ik maak me nergens zorgen over. Ik hoop dat het gewoon leuk wordt in de toekomst. Dat je al nieuwe gadgets hebt. Bijvoorbeeld snellere vliegtuigen. Dat je bijvoorbeeld in Brazilië binnen een uur bent in plaats van in een paar uur. Adviesje voor de grote mensen over de toekomst. Komt-ie. Dat grote mensen ons ook iets leren over de toekomst. Wat zij al weten, maar wij nog niet. Dat ze beter naar ons moeten luisteren. En dan... Dan kan er ook hele mooie dingen gebeuren. En dan zijn we vrolijk. En dan is er een leuk leven. Ik vind dat grotere mensen, dus bijvoorbeeld vaders en moeders en juffrouw, ook luisteren naar de kinderen wat zij zeg maar willen later in de toekomst ook en zo. Ja, omdat hun soms dingen tegen ons vertellen die wij niet weten. Maar misschien weten wij wel dingen die hun niet weten. Nou, dat was het. We moeten nog een einde bedenken. Oh ja. Nog even een einde. Doei. Doei. Nou, doei. Houdoe en bedankt. Oh ja, houdoe en bedankt. We zijn in Brabant, hè? Houdoe en bedankt. Huh. Peace, jongen. Brabant, jongen. Moet je groet uit Brabant hebben. Peace.